gaan wij het hebben over mudmask. Werkt het nou als je een pukkel hebt? Ha jongens, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag gaan wij het hebben over moddermaskers. Werkt het nou als je een pukkel hebt? Want dat is natuurlijk de vraag van deze vlog. Belangrijk is, moddermasker mag absoluut niet breken en heel hard worden op je huid. En waarom niet? Als je een vochtarme huid hebt, en dat heeft 90% van de Nederlanders, is het namelijk vochtonttrekkend. En dat willen we natuurlijk niet. Dus, heel belangrijk, moddermasker kan dus wel, voornamelijk als je een wat vettere huid hebt. Want modder heeft namelijk een vetabsorberend effect. Het neemt dus het talg uit je poriën, waardoor het dus blijkbaar tegen pukkeltjes werkt. Heel belangrijk om te weten is natuurlijk hoe je het aan moet brengen en hoe lang je het in moet laten trekken. Ik ga een product testen vandaag en dat is die van Pixie. Pixie heeft het Glow Mud Masker in zitten. En daarin zit kaolin klei. Het is een Chinees ingrediënt, kaolin. En je spreekt het uit als kaolin. Heel belangrijk, leuk om te weten. Hartstikke tof. Kaolin is een vocht- en vetabsorberend product, ingrediënt. En dat zit in dit product samen met ginseng, staat hier. En aloe vera. En aloe vera werkt dan weer hydraterend, kalmerend en herstellend. Top dus. Ik ga hem even aanbrengen en dan ga ik je laten zien of het eigenlijk wel werkt. Nu heb ik wel wat pukkeltjes. Dan voornamelijk ik hier aan mijn kaaklijn. Dus ik ben heel benieuwd wat dat doet. Het wordt dik mooi. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Zo. Probeer hem niet te dicht langs rondom de ogen te doen, omdat je huid daar dunner is en gevoeliger, waardoor je snel een reactie kan krijgen. Dus vermijd deze plekken even. Dit laat ik 15 minuutjes zitten en dan gaan we even kijken hoe mijn huid ernaar aanvoelt. Mocht die echt hard worden en vocht onttrekken, dan ga je dus voelen dat je huid ernaar wat trekkerig aanvoelt. Dus ik ben heel benieuwd wat dit masker gaat doen na 15 minuten. Ik heb hem nu 15 minuten laten zitten. En je ziet dat hij op sommige plekken wat meer droog wordt. En eigenlijk is hij, geeft ook niet meer af. Hij kraakt ook niet, hij breekt niet, zeg maar. Dus het is heel fijn om er vanaf te halen. Normaal gesproken moet je een compress best wel lang erop laten zitten om hem er goed af te kunnen halen en te verwijderen. En dat is dus nu niet van toepassing. Ik ga hem even met een donker washandje eraf halen. Tip van de dag, gebruik natuurlijk geen wit. Niet handig. Dus ik ga hem er even afwipen. Ja, het eigenlijk best wel makkelijk gaat. Ik heb hem een klein beetje voelen prikkelen, maar dat vind ik niet erg. Vind ik wel fijn, dan heb ik het idee dat het wel wat doet. Ook dit moet ik natuurlijk in de camera doen, dus ik ben een beetje aan het hannissen om alles er een beetje goed af te krijgen. Zo, alles weer schoon. Ik moet eerlijk gezegd, ik ben hier echt te spreken over, omdat hij dus niet uitdroogt. Is dit het perfecte moddermasker om te doen als je wat meer last hebt van pukkeltjes? Kijk, na één keer kan ik natuurlijk niet echt zeggen of het wat doet om mijn pukkels, maar het voelt al wel ietsjes oppervlakkiger en absoluut zal goed reinigen. Pixie is het nieuwe merk waar wij mee werken, dus ik vond het wel leuk om het even uit te testen. Ook omdat het zo ontzettend bekend is
op Instagram. Moet je echt even een kijkje nemen op hun profiel. Pixie Beauty heet het. En dit is een heel klein sampletje, of in ieder geval uit een pakketje dat ik heb kunnen gebruiken hier voor deze vlog. Deze kan je samen in combinatie met de Glow Tonic en de Mud Cleanser kopen. En deze heb je al voor €26. Heb je een klein setje om in ieder geval even uit te proberen. Dus dan heb je de ultieme reinigingsset voor je huid als je een wat vettere huid hebt. Moraal van het verhaal. Dit moddermasker is natuurlijk wel geschikt voor je huid, omdat die niet uitdroogt. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Vergeet niet om te abonneren en te klikken op hieronder op het rode knopje. En volg mij natuurlijk even op Instagram, The Skin Coach, voor nog meer tips en tricks. Tot de volgende keer!